van de grote oude bekende partijen wisten we hoe gewoon de kandidaten gaan doen tegen de verkiezingen. Wallagen eet hutspot in Zutphen. Els Borst beklimt een brandweerauto. Jaap de Hoop Scheffer leurt met haring. Dus dan hoop je van een frisse jonge partij als de SP dat ze niet meehost in de populistische polonaise. Tomatensoep, knuffeltomaten en rotte tomaten om mee te gooien. Kortom, de tomaat is het symbool van de Socialistische Partij. Tomaat is het symbool ook van mooie, lekkere vruchten, maar ook een symbool van protest. Want vroeger kon je met tomaten gooien als de toneelvoorstelling niet goed was. En wij zeggen, ja, als het de politieke toneelvoorstelling niet goed is, dan hebben we de tomaat om te gooien. Dat is symbolisch. Dicht bij het volk staan betekent dus in de optiek van de Socialistische Partij dat je twee oudere dames op de markt herinnert aan de actie tomaat in het Nederlands toneel van 30 jaar geleden. En ze dan een knuffeltomaat aan. Wat is die SP-cliché? Wie weet, dit is het jaar van de tomaat. De tomaten doen het erg goed. Nee, poppen, nee, niet doen, nee, niet met een gietertje. Ja, ja, ja. Dat hij zal ontpoppen, bedoelt hij daarmee. Zo wordt 4 jaar levendige oppositie in de Kamer teniet gedaan, helemaal weggevaagd met een kartonnen tomaat. Ik had van Marijnissen toch wel verwacht dat hij het jaar van de granaat had durven noemen. Nou ja, zo strijdbaar hoeft nou ook weer niet. Nou ja, van de granaatappel dan, maar niet de tomaat.